Kijkers, vandaag in het programma Trendstaal sta ik voor fasen, mode en trends. Ik ga naar binnen om te kijken wat de nieuwste trends zijn, de lente komt eraan en kijk als ze leuke ideeën voor mij hebben. Ik sta hier bij Hendrietta, mag ik zeggen? Ja, zeker. Hendrietta, hè? In jouw fantastische leuke zaak. Ik voel me eigenlijk heel somber eigenlijk als ik hier allemaal om me heen kijk. Kun jij laten zien aan de mensen thuis wat de trends zijn op dit moment? Ja, want dit heeft wel een kleurtje nodig. Want we gaan natuurlijk naar het voorjaar toe. Ja. En daar worden we wel weer blij van. En we zagen dus het vorig seizoen al een hele hoop kleur. En dat zet natuurlijk heel erg door. En je ziet ontzettend veel kleur. Wat echt de trend is van voorjaar 2014. Ja. Wil je ons wat laten zien? Ja, heel graag. Nou, dus dan lopen we maar even daarheen. Ja. We staan hier bij een hele leuke kleur groen. Ja, want dit is natuurlijk ook een trend. Groen zag je vorige keer ook al wel. Maar nu weer op een hele andere setting. Met kleur, met rood en koraal. Maar groen als basis. En dan ook de verschillende kleuren groen. Want dit is het mintgroen en dit is het harde kleur groen. En je ziet hoe leuk het bij elkaar gecombineerd wordt. En wat je dat weer kunt oppimpen met natuurlijk die kettingen, de sjaaltjes en de tas. Ja. Hoe noem je die kleur groen nou? Is dat gewoon mintgroen of is dat... Ja. Er zijn zoveel verschillende benamingen voor, hè? Ja, je hebt heel veel verschillende kleuren groen. En dat is ook weer een trend om dat weer te combineren. En dat noemen ze dan ook ton sur ton. Ton sur ton zijn dan de kleuren die in één kleur, maar dan overlopen met elkaar. Ja, oké. En hangen jullie alles op, ik zie daar een merk, hangen jullie alles op merk neer of zeg je nee? Gewoon wat leuk staat bij elkaar. Nou, we hangen dus eigenlijk alles op kleur. En dan de merken door elkaar heen. Je ziet nu het hier een leuke Spaanse merk. Gecombineerd ook met de Nederlandse merken. En kijk, dan krijg je gewoon ook een heel mooi plaatje. Ja, en deze kleuren? Je gaat van... Nou, we gaan van het mintgroen naar het koraal. Nou, en dan kun je in dit shirtje dat heel mooi zien... Hoe mooi die kleurcombinatie is bij elkaar. Echt lekker zomers. En je krijgt al zo zin aan lekker op het terrasje zitten met een wijntje. En zo'n lekker shirtje aan. Heerlijk. Ja, laat die zomer maar komen. Ja, en aan de achterkant weer heel anders. Ja. Echt. Ja, stoer met het vrouwelijk gecombineerd. Want wat je ziet is natuurlijk ook wel weer een beetje het oversizede. Ja. En een beetje het nonchalante. Het hoeft allemaal niet meer dat hele strakke. Nee. Okay. Ja, een strakke trekking. En daarom iets lekker wijd. Ja, lekker wijd boven, ja. Het is echt iets heel apart. Ik ben dus helemaal in het zwart gekleed. En ik volgens mij herinnerd, ik kan hem helemaal oppimpen. Nou, jeetje, moet je kijken. Dit is een tas. Ja. Daar wil ik nog wel wat bij vertellen, want ook in de mode doen we aan recycling. Ja. En modeontwerpers zijn ontzettend bezig. Om natuurlijk ook met de natuur bezig te zijn. Dit zijn allemaal oude sjaaltjes. Oh, wat leuk. En daar hebben ze een tas van gemaakt. Nou, en je hebt een blikvanger. Ik sta hier in die hele kleurige winkel. Helemaal in het zwart, dus ik voel me echt een beetje somber worden. Dus Henrietta die gaat nu op zoek naar een leuke sjaal om mij even wat op te pimpen. Dan kun je zien wat de sjaal misschien al doet, denk ik Henrietta, hè? Met de... Ja, kijk, daar word je heel anders van, want dan krijg je een vrolijke gezicht. Dus ik heb geen vrolijk gezicht. Jawel, nee, maar als je eraan komt, dat je denkt, mensen denken van, hey, wauw, wij zijn altijd op zoek naar het wauw-effect hier. Ja. We zijn nou ook al druk bezig met de etalages en dat moet er gewoon ook allemaal goed bij elkaar wezen. En dan doe je het haar een beetje zo. Nou, ja, wauw. Waar staan we nu? Ja, we staan nou bij een leuk merk. Ja. En dat is zeg maar, dat komt uit de paardenpolosport.
En dat is, hebt nu een collectie gemaakt, speciaal voor modewinkels. Ja. En dit is dan het marine met wit. Ja. En het is eigenlijk traditionele kleur die ook elk voorjaar weer terugkomt. Maar dan nu gecombineerd met dat mooie jadegroen. Ja. De rokjes. Ja, we hebben sinds een korte tijd nieuwe rokjes. Het is een ontzettend leuk product. Het is één maat, want je kan het verstellen met drukknoopjes. En het zijn rokjes die kan je aan vier kanten dragen. Je kan hem eraf ritsen. Dan kan je de binnenkant en de buitenkant allebei kanten dragen. Je kan de boord kan je ook zeg maar omkeren. Er zitten verschillende boorden aan. En er zit ook nog een leuk tasje aan die je eraf kunt halen. En die kan je ook nog met een lang hengsel om je heen doen. En al dit leuks. Het zijn allemaal verschillende stoffen. Dus het is fair trade. Het is echt ook niet te geloven. Er wordt ook bijna geen afval weggegooid. Want alle stukjes stof worden weer gebruikt. En zo krijg je hele creatieve ideeën. Oké, ik zie hier hele aparte jassen, hele, qua kleuren. Hele... Ja, het is echt ontzettend leuk. Hè? Die kleurtjes komen zelfs terug in die jassen. Hartstikke leuk. Leuke merken. We staan nu bij de mannenafdeling, de herenafdeling. Maakt er nog uit? Nee hoor. Mannen, heren. Zie ik ook heel veel kleur. En ook, ik vond een paar jaar geleden was het allemaal blokjes. Het is nog steeds blokjes, maar ik zie ook wat andere prints erbij in. Kun je daar wat laatste nieuwe trends van laten zien? Ja, we hebben gelukkig ook die koraalkleuren en die mintkleuren. Die ook natuurlijk in die herenmode weer terugkomen. Ontzettend leuke nieuwe varianten overal op. Ja. Leuke blousjes. Zeg maar die je dan met een leuk velshirtje met printje, een beetje stoere print vanuit de zeg maar, dit is dan zeg maar een merk, vriendelijk geprijsd, maar een beetje stoere look. Doe je daar dat shirtje onder, dan ben je echt de man. Zeg de man. Maar, dan zie je er leuk uit. Ja. Ja, ik zit naar groen te kijken, maar die hangt hier. Ik wou zeggen, waar is die kleur groen? Ja. Maar die hangt er inderdaad, dat kan ook allemaal. Die had niet weg, ja, sorry. Ik sta hier bij een hele leuke man. Hij is wel een beetje rustig en een beetje bleekjes. Maar ik neem aan, Henriette, dat je deze kunt oppimpen. Kijk, we hebben de handen al vast. We hebben nog natuurlijk een hele mooie collectie kostuums. Ja. En dit is een heel mooi blauw pak met natuurlijk kleurige overhemd. Ja. We hebben ook ontzettend leuke combinaties die je kan maken. Dit is dan toevallig met een effen stropdas. Maar je kan natuurlijk ook van allerlei kleuren stropdassen. Van allerlei werkjes. En natuurlijk ook verschillende soorten alle overhemden. We staan hier bij accessoires, hele leuke accessoires. Gaan mijn handen van jeuk, want ik ben gek op kettingen en alles wat glimt en blinkt. Is het ook trendgevoelig of hangt dat gewoon het hele jaar, wat er ook continu verwisselt? Nee. Heel trendgevoelig. Ik heb net toevallig weer een heel nieuw assortiment en een nieuwe leverancier. Want dat vind ik ook ontzettend leuk om elke keer weer met vernieuwing te komen. Ja. En ook daar kan je al zien wat eigenlijk de modetinten zijn voor dit seizoen. De blauw, de koraal, de mintgroene. En daar ook weer heel veel creativiteit in bijvoorbeeld deze ketting. Moet je eens kijken hoe leuk. Met allerlei kleurtjes erin. Ja. En heb je dit om je shirtje of om jouw outfit heen. Ja, dan heb je weer het wauw-effect. Dan heb je weer het wauw-effect. En dat is gewoon wat waar we steeds naar op zoek zijn. Ja. Dit is ook iets wat je ontzettend veel ziet. Ook al op de tv en in de modebladen. Het moet groot zijn en het moet echt een blikvanger zijn. We zijn bijna aan het eind van het programma gekomen. Maar ik zie eigenlijk hier wat liggen wat voor de kijkers thuis misschien nog even interessant is. Ja, want we hebben op het moment modefeest. Want het is natuurlijk een feest met een nieuwe collectie. En het modefeest duurt nog tot 29 maart. Dan kan iedereen natuurlijk even vrijblijvend komen om de nieuwe trends natuurlijk zelf te komen kijken. We staan voor het nieuwe voorjaarsseizoen. Dus ik nodig iedereen van harte uit. Ik bedank je heel hartelijk voor het meewerken aan het programma.
En ze zegt tot binnenkort. Dankjewel. En kijkers, dit was weer een aflevering van Trendstyle. Ik zou zeggen tot de volgende keer.